Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Er trekken nog wat wolken over Nederland, maar die zijn aan oplossingen onderhevig. En dat betekent dat in de loop van de ochtend op veel plaatsen de zon volop gaat schijnen. Temperaturen lopen vanochtend op naar 16 tot 18 graden, maar daarmee hebben we het maximum niet bereikt, want vanmiddag komt het kwikland inwaarts boven de 20 graden uit, tot maximaal zo'n 22 graden in het zuidoosten. In het noorden van het land valt het met de temperatuur nog iets tegen, maar de zon schijnt overal uitbundig. Wel waait er een stevige wind uit het noordoosten, die is matig tot vrij krachtig, windkracht 3 tot 5. Vanavond verandert er weinig en de temperatuur gaat maar langzaam omlaag, gemiddeld naar een graad of 18. In de nacht daalt de temperatuur uiteraard verder, maar morgen stijgt het kwik weer snel. Het wordt 22 tot 26 graden, het warmst in het zuiden. De wind wordt meer oostelijk, er is veel ruimte voor de zon, maar er ontstaan ook wel enkele stapelwolken. Het blijft droog. Dat kunnen we van de vrijdag niet zeggen, de ochtend nog wel met veel zon. Maar in de loop van de middag en avond neemt de kans op onweer toe vanuit het zuiden. Een tropische dag op veel plaatsen in het midden en zuiden met 30 graden. Zaterdag en zondag is die warmte alweer verdreven. Temperaturen gaan geleidelijk omlaag naar een graad of 18 op de zondag. Het is licht wisselvallig met soms een bui, maar ook zon. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl